één guy. Dus, oh, maar is dit een killcam? Ja. Wat een groene killcam. Oh, oh, mis. Oh, we hebben nooit gequicksaved, Niels. Ja, zij horen die muziek waarschijnlijk niet eens. Dus het is dramatisch. Maar ja, dan kunnen wij je flint als speelhoekje. Het speelhoekje. Ik ben Nelson. En naast mij zit iemand... Claudia de Breij. Claudia de Breij. En zij is... Nee, ik bedoel hij. Maar met ik ben er nog niet helemaal over uit. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, ik heb gehoord dat je dat pas vanaf je 16e kan weten. Of je een man of een vrouw bent. Maar dat is, het heeft met dingen in de hersenen te nee, maken. Maar, zo. Maar, hoe bedoel, maar er zijn echt al kinderen van 12 die dat al zeggen. Ja, maar die willen gewoon aandacht. Hou je bek even, we hebben het over seksuele geaardheid. Kan je niet gewoon uit het niets komen? Welke dief? Maar oké, ik wou iets zeggen. Oh ja, Claudia de Breij, ik heb gehoord dat jij professioneel bent op het gebied van Skyrim. Je kan wel zeggen dat ik de platine trofee heb, ja. En ik heb ook te horen gekregen via anonieme bronnen dat jij ooit bent begonnen met spelen door een bepaalde jongen. Ja, ik... Ik heb, ja, nou, nee, ik heb alles zelf geïnstalleerd en zo, want ik ben echt heel goed met computers. Ja, dat heb ik ook gehoord, dat jij wel eens NASA hebt gehackt. Ja, ja. En andere dingen. Ja, dat ja. In je vrije tijd, vind je dan ook leuk om NASA te hacken of doe je het alleen voor het geld? Ik verdien er niet heel veel mee, ik heb sowieso al verdien genoeg als pornoactrice slash acteur. En dus ik doe het gewoon in mijn vrije tijd. Jawel, het gebeurt wel. Hij is een van de... Hij klinkt net als die ene guard. Oh ja, en die andere jongen waarvan jullie quest kreeg. Oh ja, ze hebben 10 voice acteurs in dit. Oh ja. Ze hebben vast wel meer voice acteurs. Ja, maar ze hebben echt... Sommigen hebben er één in laten spreken. En sommige elke guard die er bestaat in dit hele game. Tullius. General Dick Tullius. Die gaan we eigenlijk joinen, de Imperials of de... Stormcloak sowieso. Nee, wij zijn racisten. Make Skyrim great again. Ja, wij zijn door de Turm, maar ik join altijd de Imperials. Nee, ik dus altijd Stormcloak. Gewoon omdat je altijd een... Nee, maar vrijheid van religie. Ja, maar je moet voor de Stormcloaks moet je een van de ice ding killen. Ja. En die irriteren me altijd. Ze vliegen overal heen. Dan ga je ziet ze ook niet. Ja, dan ziet ze niet. Dus daarom join de Imperials. Ja, oké, okay, dat vind ik een goed punt. Join de Imperials. Deadass. Wie is dit helemaal? Het moet echt een mod zijn dat je nu gewoon kan uitstappen. Je hebt wel die ene video van the best way to start a new game. Oh, dat je echt alles verneukt. Ja, niet cheaten. Leuk verhaal, emo. Deze guy is sowieso emo. Wat gaan we trouwens worden? Welk ras? Ik kan maar één ras zijn, natuurlijk. We gaan Donald Trump worden. We gaan een Brett en Donald Trump worden. Wat de fuck gaat hij doen? Wat de fuck gaat hij... Ja, doei! Ik heb even geen zin meer. Welke gods? Ja, maar waarom zou ik niet dood willen gaan hier? Je bent een Noord, dus je gaat gewoon naar Sovngarde. Ik kan daar gewoon een beetje gaan fappen of zo. Ik ben boeddhistisch en ik voel me een beetje triggered dat je zegt dat de god op ons wacht. Zitten we laten we het spel uitzetten. Ik denk zelf eigenlijk dat Boeddha op ons wacht. Of reïncarnatie. Noord privilege. Bread and lives matter. Oh. En toen autosaved hem. Kunnen we een beetje opschieten. Ik bedoel, YouTube-video's moeten leuk zijn en entertaining en zo. En dit is niet bepaald entertaining. Entertainen! Real love. Ik bedoel, het zou fijn zijn als er nu binnen 5 minuten of zo iemand zijn hoofd eraf zou gaan of zo. Maar ik bedoel, anders is het geen entertainment meer. Dan ben ik ook geen cutscene skip in dit spel. Je moet helemaal gaan kijken. Wij zijn eigenlijk geen cutscenes. Nee, maar dit kan je ongeveer kijk, cutscene rennen. Dit is altijd zo nep. Kijk, hij fade nu weg. Maar nee, jij hebt toch de goede versie van het spel? Echt? Hij fade niet weg bij mij. Ja, je patches. Echt? Maar bij mij veedde die ook weg. Volgens mij heb ik de settings te hoog staan dan. Hij hoort weg te veden. Oké. Ja, of een Redguard, daar zijn we wel. Ja, maar fuck jou, die Redguard. Ja, maar dat voelt me zo gangster. Kijk, echt door die ghetto's van Windhelm en zo.
Maar we zijn nu al iets anders. Ja, want Brad. Ja, maar. Oké. Ja, en toen ging het allemaal kapot. Oh, oh. Dit menu is zo hinder. Weet je veel, doe gewoon die auto shit. Doe gewoon press it. Of ga met chick zijn. Nee, we worden dan een Trump. Ja, oké. Dus wait. You know what to do. Wow, maar nu lijkt die ster. Dat is niet de bedoeling. Maar niet uit. Doe hem gewoon niet. Oh, is oranje ja. Een ding? Jersey, Jersey nu. Ja, de Jersey. Dit lijkt een beetje. Ja, doe dit maar. Nee, nee. Oh. Ja, of je mag een extreem wit of zo. Nee, we doen het met de zonnebank bruin. Die boeit me niet. Kan je niet zijn handen. Het is allemaal zo hinderlijk altijd. Kan je zijn handen niet klein maken of zo? Zo. Nose. Heeft hij een biggie nose? Ja, dat boeit me echt niet. Kom op. Niemand kijkt ooit naar dit. Hier skip dat gewoon gelijk naar het haar. Dat is waar. Maar. Wacht, zijn mond. Nee, oké. Okay. Ik kan je niet echt gewoon iets doen dat hij gewoon altijd zijn tong uit zijn bek heeft. Oké, fuck Donald Trump. Dit is mooi. Het doet echt zo'n nazi's door. Ja, doe dat. Ja. Is ginger een optie? Nee, ginger is ginger life matter. Blauw is ook geen optie. Normaal in dit soort games. We hebben nu echt een heel raar hoofd en zo. Nee. Donnie Trump. Wat? Donnie Trump. Donnie. De white trash zone van de. Ik vind het altijd zo mooi, dat ze altijd een ander zinnetje hebben voor elke ras. Ja. Ze hebben wel echt wel 10 zinnen of zo. Ja, wow, dat vind ik echt, daar gaat het, ja. Dan weet je dat een game goed is. En toen ontplofte het, oh nee, oké. Okay. Het blijft echt een saai spel. Oh wow, dit gaat goed. De eerste cutscene heb ik echt mijn beeldscherm aan moeten doen omdat mijn ouders meekeken of zo. Usurp. Wie zegt ooit het woord usurp? Ja, maar het is toch Skyrim? Wat ga je nou weer... Ja, oké, okay, maar... Er gaat echt een Gateway liedje komen van Skyrim. Dus wat... Fuck, I see, wat is dit? Dit is de Red Guard, like. Black Lives Matter. Dat is jouw chick on the period. Ha, ja, hoe. Grappen en gollen. Zo doen we dat hier in het speelhoekje. Nee, je Linda's. Fuck, je Linda's rekenhoekje. Je Linda mag pijpen. Ja, de brei. Nee. Ja, of Beff, ik weet niet. Ik ben nog niet helemaal over uit. Dit is altijd zo nep. Ze glijdt daar eerst een beetje en nu. Ja, het ziet er niet heel natuurlijk uit. Het lijkt alsof het een game is. Ze gaat een pijpje, joh. Ze gaat een doggy pakken. Dit is echt zo'n SM-kelder. Ja, maar kijk. Oh, niet voor de kinderen. De enige spectaculaire momenten in de hele cutscene heb ik geskipt. Nee, dat wil ik niet zien. Ik moet wisselijk. Maar de platinum voor Skyrim was zo... Je kreeg echt wel een trofee voor als je echt gewoon de eerste missie afmaakt. En was echt gewoon, okay, van, oh, je top. Hebt het spel gestart. je hebt de tutorial gedaan. Je hebt de A-knop. Waar zijn mijn voeten aan? Dit is Minecraft. Het is Minecraft. Nee, fuck no. Weet je mijn naam niet ofzo? Waarom heb ik mijn naam ingevuld als je hem toch niet weet? Ik heb Donnie Trump. Oh. Hij kijkt wel heel kast. Kijk dat paard nog even schrap zetten. Oh, wat gebeurt er nou achter hem? Nee. Jongen, wat is dit? Wat is dat ook voor bakje als ze voor twee hoofden in paste? Het zat er echt volledig voor. Zo, kijk, grote vogel. En dit is niet moeders mooiste. Pots. Maar wat is dit nou weer? Dit is... Oh, en nu kunnen we in Dublitch zitten. Oh ja, dat zou wel leuk zijn. Dat er iemand dat zou wel leuk zijn. In de weg staat. Dan doet het echt een veer. Kom naar binnen. Wij hebben met Skyrim altijd heel veel glitches. Waarom hebben we niet de Thomas de Trein ding gedaan? Ja, omdat we een serieuze let's play zijn. Ja, het is kei serieus, man. Ja. Nee, wat heet die? Het gaat nu al mis. Het moment van de waarheid. Nee, maar ik heb heel veel... Ja, tof. Spetjes. Zo, kijk, soms gaat hij hier staan en dan kan je niet meer naar binnen. Ik heb denk ik de settings te hoog gezet, want we hebben heel weinig frames. Oh, dit leek even op een glitch. Oh,
Oh, nu kan je al doodgaan, hè? Ja. Ik ga even naast staan. Hallo. Ik was jong. Wij gaan de eerste dood. Ik wil dood. Maak me dood. Kom bij hem op de dag. Oh, even speedrun. Waarom krijg je nou weer damage? Het is toch de tutorial? Volgens mij heb ik het spel geglitcht. Oh nee. Ik ben gewoon fucking... Kom, rennen binnen in zijn huis. Kom op, man. Oh, van wakker, bro. Dit was niet de bedoeling, volgens mij. Oh ja, nu moet je close stick to the wall. Stick through wall, stick through wall. Ik ben radicaal. Altijd al geweest. Wat gebeurt er allemaal? Ik weet officieel niet wat ik doe. Nu moet je wachten, je moet even waiten houden. Oh ja, het kan iemand zijn enemies neerbieden. Oké, maar dat is Stormcloak, dus dan... Oh, dit is Stormcloak. Nee, dit is Empire. Nee, dat is Empire. Ja, dat willen we ook. Oh ja, we waren een Iceman. Ja. Nee, maar we zijn wel door die trucks. dus we moeten wel. Ja, dat dacht ik toch juist, Stormcloaks? We hebben dit echt volledig gespeedrund zojuist. Oh ja, wacht, nu moet hij ons lossnijden. Schiet een beetje op. Ja, praat sneller, bro. Oh, ik heb trouwens... Je kan de ding skippen door tegen ze aan te lopen. Ik heb heel veel speedruns gekeken. En als je de dingen weg wil skippen, moet je tegen ze aanlopen. Ik had ze ook zo'n speed. Je moet het ook in Spaans zetten, want dan praat ze heel snel. Ja, gezellig allemaal dingen en zo, maar... Oh, even sleuteltje. Ja, leuk. Ik heb gehoord dat je sleuteltjes kan gebruiken om dingen open te maken. Waaronder je moeders benen. Was het grappig? Ja, we kunnen nu wel even nepgelachen onderplakken ofzo. Zou ik deze video's editen of niet? Ik bedoel, je kan ook voor de klassieke let's play gaan. Ik bedoel, we zijn wel klassiek en zo. Ja. Oh. Klik op R. Nee, ik klik gewoon op mijn muis hoor. Radicaal. Oh, ja, er zijn ook altijd spels die je sowieso al hebt. We moeten trouwens het moeilijkheidsniveau nu even instellen. En we zijn heel goed in dit spel. Ik begrijp als niet verkeerd. Dus... Dit is maar één setting die wij aankunnen. Oh, hij stond al op expert. Legendary. Oké, dit gaat helemaal fout. Dit gaat echt helemaal fout. Dus laat me ook even opslaan voor het geval. Shit crashed. Nieuw save, ja. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, die kost die geld. Dual wielding. Nu gaat mijn boy Railoff. Ik denk dat het al helemaal fout gaat. We gaan nu mijn boy Railoff killen, dat is minder. Nee, ja, Railoff is er niet, hè. Oh. Hij zou er wel moeten zijn, maar het spel is niet helemaal etnisch correct. Zijn we aan het glitchen? Ja. Daar lijkt het Oh, nee. Oh nee, toch niet. Pak hem, Hedver. Kijk, het mooie is, Hedver is ook legendary, dus we kunnen hem alles laten doen. Het is wel echt een intens spel, jongens. Ja, heeft die man nou een health potion of zo? Ja, what the fuck, hij krijgt echt geen damage, hè? Maar wat als NPC... Wat als NPC's health potion zat in dit spel? Het is ook zo, hè? Sommige NPC's hebben dat. Ja, echt sommige, maar... Ze kunnen zich healen. Misschien zijn ze van die magiërs. Oh, ik heb er eentje echt daadwerkelijk dood. Ja, nee, leuk. Wat doet de headfarm, man? Hij blokt alleen maar. Ja, no shit, grap. Het is fucking legendary. Ah, hij moet toch legendary zijn? Ik ga shouten. Oh, wacht, dat kunnen we nog niet natuurlijk. Ze kijkt zo serieus. Doe maar, ik hak de hele bakken straf. Wat is dit? We nemen alles mee, we zijn schraal. En zij was een aard. Ik kan toch gewoon op R klikken? We gaan sowieso niet dual tweehandige wapens in, dat doe ik nooit. Wie denk je dat ben je moeder? Ik ben wel gewoon, op mijn platinum account ben ik wel gewoon dual wielder hoor. Ja, jij bent altijd dual wielder omdat je geen skills hebt. Ah, fuck jou, moet je... Nee. Vroeger, toen ik echt het spel voor het eerst speelde, toen was ik echt van, oh, ik ga echt heavy armor met one-handed wapens. Ja, omdat het gewoon het best lijkt. Ja, daarom. Nee, one-handed wapens is gewoon goed hoor, ik weet niet wat je haat. Ja, maar help ons, hij pest me. Ik ben weg. Nou, dit is een leuke gameplay, hiervoor kijken in het spel. Wat gebeurt er allemaal? Kom op, Hedver, legendary. Waarom kon je niet gewoon even een nekje doorsnijden? Oh, leuk. Op je muis. Ik ben nog best wel legendary bezig eigenlijk. Ja, je hakt gewoon op hem in terwijl zij op hand voor je slaan. Ja, dat is de bedoeling van het spel. Heb ik gelezen. Zou ik trouwens een schild pakken? Want als zij ons één keer raken, zijn we dood. Het zou leuk zijn.
Auw. Nou, ik heb geen zin om al die spullen op te pakken. De combat in dit spel is ook zo geweldig. Ja, ik verstond dat echt niet hoor. Oh, nu moet ik op zoek naar potions. Nou. Heb je emmer mee? Want wij zijn glitchers, dus je hebt een emmer nodig. Oh, je kan natuurlijk erg likken, maar wij zijn niet van radicale dingen. This way. Nou, ik was daar al hoor. Ik weet niet wat je nu wijs gaat doen. Dit is gewoon alsof iemand het antwoord geeft en zegt, oh ja, dat wist ik wel. Oh ja, ik was het alweer vergeten. Oh jee, vuurspark. Waarom doe je niet sparks? Dat vind ik ietsje hipsterder. Ja, dat is waar. Maar nee, die heb je nog niet geunlocked. Kijk, sparks, die zit daarin. In die cage. Die heb je nog niet geunlocked. Maar dat doen we dan zo. Trouwens, sorry voor de lage FPS, maar... Zijn er... Ja. Oh nee. Ik heb trouwens een lijk geslagen. Oh, je trouwens iets ook kan doen. Je kan ook die Magicker doodmaken. En dan... dan krijg je weer spullen en zo. Wij zijn heel schraal, dus... We neuken die Magicker. Ja, maar jongen, hij is zo sterk. Heel sterk. Ja. Wees iets te luider voor. Ja. We gaan echt enorm naar voren met niks doen. Yeah. Ik dacht 1 seconde dat hij boos op ons was. Andere jongens zijn radicaal. Nee, ik heb echt geen zin om alles mee te nemen. Kom op, lekker lockpikken. En pak een schild dan. Ja, maar het ging ook best wel lekker met... Oh, we hebben trouwens geen schild, maar het ging ook best wel lekker met zonder. Oh, hé, een boek Dragonborn. Er zal vast niks in staan over mij ofzo, dus weglezen. First try. Oh. Ja, maar het is legendary, dus elke slot is ook echt is master. Waar. Stop. Kijk, er staat wel novice, maar... Ja, maar novice hier is dus echt... Ja, is legendary in het... Dat is helemaal kut. Oh, of misschien helemaal niet. Ik ben gewoon echt heel goed in dit spel. Ja, dit doen we wel mee. Nee, best wel schraal. Ja, leuk verhaal en zo. Heb ik vaker gehoord. Speedrun on your mode. Speedrun, trouwens de mensen die hier zijn voor zeg maar het verhaal of zo. Fuck ja, lekker boeien. Oh, wist je nog Ajordi's game even schrijven? Ja, ik heb keelkanker. Oh, is dat familievriend? Je hebt echt elke aflevering van Ajordi gekeken van dit, hè? Nee, ik vond het op een gegeven moment saai, maar... Ik keek het wel op een gegeven moment toen ik het spel zelf niet had, omdat het te schraal was. Oh, dit is helemaal kut, kom ik net achter. Zij kan ons one-hitten waarschijnlijk. Oh, nee! Oké. Okay. Level up, je hebt nog die health... Die level up glitch doen we later pas. Oh, we hebben trouwens echt helemaal niks van mee te blokken. Dit is helemaal kut. Een shout zou nu wel au, handig zijn. Oh okay, shit, au. Oké, tot zover. Waar is George out voor? Ik ga ervoor. Dit is helemaal kut. Oh nee, hij gaat zitten. Oh, ik ben daadwerkelijk helemaal teruggelopen naar die torture. Nee! Waar iemand helpt ons. Echt waar. We zijn helemaal teruggelopen. Oh ja, hij helpt ons. Lekker bezig. Jongens, wat is dit nou? Hij gaat gewoon echt niet dood. Maar waarom is mijn wapen niet sterker ofzo? Oh, ik heb trouwens al wel een beter wapen dan dat. Daar kom ik net achter. Maar dit is helemaal kut, jongen. Doe een beetje... Oh, dat ding vlog! Nee! Dat jongen is zelfs zo mooi. Je eerste killcam. Ja, ik weet mijn eerste killcam nog. Ja, dat is... Ik weet het eigenlijk nee, niet. Nee, echt niet. Totaal oh, het niet. Zijn er echt veel. Oh. Ja, had ik echt precies één streepje damage gedaan. In de tussentijd. Ja, meanwhile, met headfart. Ja, ik ga alleen maar blokken. Dat is echt een pussy. Trouwens, je gaat wel echt level up. Door dit één vijand is zeg maar echt Alduin of zo. Oh, wat was zo, wat een pijper. Is helemaal kut. De FPS is een beetje hoger geworden. Trouwens, hier, daar kan je die grond in de fik steken. Ja, maar daar hebben we nu al niks meer aan, want iedereen is zo gewoon lang. Jawel, doe dan. Ik zei het ja, hij gaat inlopen, ja. En hij stond. Nee. Ja, meer spullen voor ons. Ik heb alles meegenomen. Oh, Hedver loopt er ook in. Instakill. Oh, ik neuk Hedver nu ook een beetje. Nee, maar fuck Hedver. Je kan slaan tegelijk. Oh, ik doe echt veel damage.
Oh, en toen was yeah. Toen vloog die dingen vliegen de hele tijd. Ja, kijk jij maar, dan ga ik erheen. Grappig. Grappig, met juf Linda. Dan gaan we helemaal... Oh, hier is die kutdeur. Oh nee, die is er nog niet. Sorry. Mijn excuses voor het ongemak. Wat is dit? Wacht, zijn we er al? Nee, je moet daar kijken. Dit is helemaal kut. We hebben het spel gedaan. Nee, dit gebeurt al vaker. We cannot wait at this location. Jongen, ga gewoon naar waar je moet. Nee, ja. Je moet gewoon wachten op het verzet die een verhaal kan vertellen over de geschiedenis van deze cave. Dit is helemaal kut, inderdaad. We hebben onze questmarker opgenomen. We hebben het spel genomen. Kutspinnen. Waar is het voor? Hij is nog zijn rondleiding aan het geven. Hij staat nog te praten over deze muurschilder van 1980. Niemand die kijkt. Trouwens, dit is de glitch. We hebben geen helft, dus we doen even dit. Wist je dat als je dan je stamina upgrade, krijg je ook gewoon die helft? Ja, ik weet het. Je krijgt het bij alles eigenlijk gewoon. Maar we hebben sowieso meer helft nodig. Doe dit even. Kunnen we wat meer vuurtjes spugen? Ja, jij bent helemaal kut, Spin. Oké, we gaan trouwens echt helemaal dood. Bom. Oh, jongen, we gaan echt... We gaan echt level up. Next level. Wat is dit? Je hoort niet zo ver naar achter te kunnen. Ja, flikker. Ik ben gepotioned. En nu gaat iedereen weer zeggen, je ziet er ziek uit. Ben ik net over al mijn puisjes... Ik ben net over mijn puisjesfase en iedereen weer zeggen dat ik ziek ben. Oh. En ik ben door sinds. Oh, dit ton veel damage. Hé, maar trouwens, ik ben ook bijna dood. Lekker. Oh, er is nog één guy. Oh, maar is dit een killcam? Ja. Wat een groene killcam. Oh, mis. Oh, we hebben nooit gequicksaved, Niels. We hebben echt nooit gequicksaved.